vakantiewoning. Ja, dat is Hortense, okay. Omdat dat eigenlijk aan de tuin grenst. Ah, ja. Hier is dan de leefruimte. In de leefruimte kun je dus ook het zetelbed gebruiken als dubbel bed. En neem je het appartement tot en met gelijkvloers, dan heb je eigenlijk plaats voor 4 personen. Dit is de gashaard, die heel gezellig is natuurlijk. En dat is eigenlijk ook de hoofdverwarming. Nu, hoe ga je die minder zetten? Hier is een afstandsbediening. Je wijst naar de haard en je drukt op de pijl naar beneden. Zo zet je hem af. Dan blijft er een waakvlammetje aan. Dat is geen probleem, dat blijft altijd aan. Opzetten is omgekeerd. De pijl omhoog en in de richting van het vuur wijzen. En de haard gaat terug opspringen. Oké, voilà. Voilà, dit is de badkamer die bij het gelijkvloers hoort. Die kan dus afgesloten en daar heb je een bad en een douche in het bad. Hier zit je in het stukje dat je kunt huren tot aan het koetshuis. Maar jullie hebben het koetshuis erbij, omdat jullie gaan de hele familie vragen. Ja. Hier kun je eigenlijk met jullie alle eten. Als je nu even alleen bent, kun je dit nog zo laten. Moet je nog niet zitten stoelen bijhalen en doen. Hier heb je alles ingericht in de keuken. Je kunt hier bakken, microgolf, vuren, vaatwas. Verlijk. Je hebt alles, ja. Je hebt alles, zelfs een keukenrobot. Ja. Maar het is zo dat als je het meehuurt, is dit eigenlijk een doorgang, deze slaapkamer. Ja. En nu zullen we eens gaan kijken waar je kinderen kunnen slapen. Hier zijn we boven in het koetshuis. En hier vind je hetzelfde sofabed als beneden. Dus 2 extra personen of geswitcht wie waar slaapt beneden, boven, kies maar uit. Hier is een slaapkamer voor 2 personen. Zo gezegd de ouderslaapkamer. En aan de andere kant een kamer die 3 personen kan logeren. En als ze dan nog met meer zijn, of ze willen die onderste slaapkamer opgeven, dan is die sofa, die zwarte, gelijk aan die beneden ook een sofabed voor 2. Hier is de televisie. Zie je? Dit is de badkamer die hoort bij het koetshuis. Dat is helemaal in de stijl. Eigenlijk is dat heel tof. Dat is een badkamer met een inloopdouche van een groot formaat. Die heeft een douche gedaan zoals in de fitness, 1 temperatuur. Leuk. Ja, vooral als je in familie zit en je kunt een beetje de privacy opgeven, omdat je elkaar kent, is dat wel leuk, ja. Kijk, dus hier is een gashaard, een pijltje naar beneden en een pijltje naar boven. Ja. En nog een beetje, een weetje is dat de lichten gewoon gedoofd kunnen worden aan ieder stopcontact als je blijft drukken. Dan gaan alle lichten uit. Mm-hmm. Als je vertrekt, die lamp die werkt om de trap te zien, maar dat moet je niet aantrekken. En de andere lichten die gaan allemaal. Het is een puzzeltje. Je kunt het allemaal naar je wens doen. Goed? Ja, oké. Okay. Zo, hè? En dus deze, als je hier een probleem hebt om uit te trekken, dan weet je mijn nummer. Dan heb je mijn nummer, ja, die kunt je uittrekken. Ik heb nog extra linnen overal in de kast. Ja.